Een hele goede middag. Van harte welkom bij deze persconferentie in het kader van de kabinetsformatie. Zometeen zal formateur Richard van Zwol eerst enkele inleidende woorden spreken, gevolgd door beoogd kandidaat minister-president Dick Schoof. En daarna is er beperkt mogelijkheid voor het stellen van een aantal vragen. Ik geef heel graag het woord aan Richard van Zwol. Dankjewel, dank u wel. Goedemiddag, dames en heren. Een bijzonder moment. Op voordracht van en met steun van de fractievoorzitters in de Tweede Kamer van PVV, VVD, NSC en BBB heb ik de heer Dick Schoof bereid gevonden beschikbaar te zijn als beoogd minister-president. En voordat ik hem graag het woord geef, een paar toelichtende aspecten. In het verslag van informateur Putters van 14 maart jongstleden en het debat in de Tweede Kamer daarover op 20 maart is vastgesteld dat een programmakabinet, zo u wilt een extra parlementair kabinet, zou worden gevormd. En het programmakabinet, het extra parlementaire, wordt gekenmerkt door het feit dat de vier fractievoorzitters in de Tweede Kamer blijven en niet in het kabinet toetreden. Daarmee stond toen vast dat er een minister-president van buiten zou komen. Er is ook meer ruimte in het kabinet voor bewindspersonen van buiten de vier fracties, al dan niet met een andere of zonder politieke lidmaatschappen. En dat er een regeerprogramma zou komen ter invulling en ter uitvoering van het programmaakkoord van de vier fracties. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft daaropvolgend de heer Dijkgraaf en mij gevraagd om een informatieopdracht uit te voeren. En dat heeft op 16 mei geresulteerd in het akkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Daarover is op 20 mei gedebatteerd in de Tweede Kamer en daarop is weer de formatieopdracht uit voortgevloeid. In dat debat en in de formatieopdracht was meteen duidelijk dat de formateur met de vier fractievoorzitters als eerste stap een kandidaat beoogd minister-president zou zoeken. Die stap is vandaag gezet. Het formatieproces zal ik de komende weken voortzetten met de vier fractievoorzitters en met de heer Schoof. Het spreekt voor zich dat ik in alle besprekingen en gesprekken samen met hem zal optrekken. De stappen voor de komende weken zijn de zetel- en portefeuilleverdeling, aandragen en beoordelen van kandidaat-ministers en kandidaat-staatssecretarissen, voor het eerst hoorzittingen door de Tweede Kamercommissies met deze kandidaten en ter afsluiting een constituerend beraad, een eindverslag en een beëdiging van de bewindspersonen door Zijne Majesteit de Koning, waarna snel een debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. En dat alles voor 26 juni. Omdat de formatie gaat over de samenstelling van een kabinet en dus over personen, is de afgelopen week door de fractievoorzitters en mijzelf radiostilte in acht genomen. Nou, vanzelfsprekend, vandaag doorbreken we de stilte vanwege dit bijzondere moment en deze stap. Maar in alle eerlijkheid, na vandaag zullen we in beginsel de radiostilte weer hervatten totdat we weer openbare mededelingen kunnen doen. Tot slot sluit ik me graag en volledig aan bij de woorden van de vier fractievoorzitters eerder vandaag over de waardering aan de heer Schoof voor zijn beschikbaarheid voor deze belangrijke, maar ook persoonlijk zware ambt van minister-president en voor de bereidheid gezien zijn brede bestuurlijke ervaring om zich in te zetten voor het bestuur van ons land. Zijn kwaliteiten nationaal en internationaal geven goede hoop op een bijdrage aan stabiliteit van het bestuur. En ik geef graag het woord aan Dick Schoof. Dick. Dank Richard. Beste mensen, goed om u hier alle te zien. Het zal voor veel mensen een verrassing zijn dat ik hier sta. Toen ik gevraagd werd voor deze functie, had ik ook niet het idee dat ik hier nu vandaag zou staan. Dus die verrassing geldt eigenlijk ook voor mij. Ik heb er intensief over nagedacht. Ik heb met mijn vriendin en mijn twee volwassen kinderen echt intensieve gesprekken gevoerd, diep in de ogen gekeken. En toen heb ik ja gezegd.
Dat heb ik niet lichtvaardig gedaan, maar wel vol overtuiging. En ik leg je graag uit waarom. Mijn hele werkzame leven heb ik me betrokken gevoeld bij het bestuur van ons land en daaraan mijn aandeel willen leveren. Na mijn start bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten begon ik 36 jaar geleden als Rijksambtenaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En ik heb met veel overtuiging en meestal met ontzettend veel plezier in de Rijksdienst gewerkt. Onlangs nog heb ik mij voor 3 jaar eigenlijk bijgetekend als secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dat heb ik gedaan omdat de democratische rechtsstaat mij aan het hart gaat. De stap die ik nu zet is onverwacht, maar niet onlogisch. Want uiteindelijk is de vraag die je voor jezelf moet beantwoorden: zou ik hier iets goeds kunnen doen? En mijn antwoord erop is ja. Ik denk ook dat ik vanuit mijn bestuurlijke kennis en ervaring als minister-president kan bijdragen aan dat goeds. Voor de publieke zaak, het algemeen belang voor het land. In de functie van minister-president kan ik, zowel binnen de politiek als in de samenleving, heel direct bijdragen aan verbinding. Dat is voor mij een waarde op zichzelf. Daarnaast ligt er een ambitieus hoofdlijnenakkoord met voornemens op een groot aantal vraagstukken, om op een groot aantal vraagstukken daar krachtig aan te pakken. Grip krijgen op migratie en asiel. Het bieden van bestaanszekerheid, ook aan boeren. De internationale veiligheid. Dat is waarom ik hier sta. Het nieuwe kabinet gaat een regeringsprogramma maken. Daar loop ik nu vandaag niet op vooruit. Anders dat ik erg naar uitkijk om daarmee aan de slag te gaan. Met een nieuwe kabinetsploeg natuurlijk. De formateur heeft net toegelicht hoe hij de standkoming daarvan voor zich ziet. Maar zeker ook in verbinding met de samenleving. Met de mensen met en voor wie we het doen. Denk aan maatschappelijke organisaties, mede-overheden, de publieke dienstverleners en bedrijfsleven. En denk aan de instituties, waar u als media ook een belangrijk onderdeel van bent. Zodat wij als politiek en bestuur hard kunnen blijven werken om de maatschappelijke vraagstukken, de zorgen van alle Nederlanders, serieus te nemen en aan te pakken. En zo bij te dragen aan het vertrouwen van de mensen in hun overheid. Voor nu laat ik het hierbij. Ik denk dat we elkaar in verschillende settings nog vaak zullen tegenkomen. En daar kijk ik vanzelfsprekend naar uit. Dank u wel. Dank u wel. Er is nu een beperkt mogelijkheid om vragen te stellen. We beginnen bij de NOS vooraan. We stellen 1 vraag en niet 100 doorvragen, alstublieft. De NOS. Ja, hallo. U was tot nu toe topambtenaar, een neutrale positie. U krijgt nu een hele andere rol. Wat hoopt u als premier te bereiken en wat zijn uw plannen voor Nederland? Nou, mijn plannen voor Nederland zijn datgene wat de fractievoorzitters met elkaar hebben afgesproken. Die krijg ik mee, dat is het hoofdlijnenakkoord en op basis daarvan ga ik het programma maken. Dus u ziet uw rol voornamelijk als dat uit te voeren of ziet u ook ruimte om daar een eigen invulling aan te geven? Er zijn veel vrije kwesties en er is ook ruimte om daar invulling aan te geven en dat zal ook in het uitwerking van het akkoord ook tot stand komen. Mathieu. Meneer Schoof, heeft u voorbehouden gemaakt bij het akkoord dat door de 4 partijen is afgesproken? En een inhoudelijke vraag over de komende weken. De partijen zouden voor de verdeling van ministersposten uit willen gaan van een gewogen gemiddelde van de zetels in de Tweede en Eerste Kamer. Is dat een idee dat u aanspreekt? Nou, die laatste vraag speel ik sowieso door aan de formateur. Die is daaraan zet om daar in eerste instantie het gesprek over aan te gaan. Daar zal ik dan bij aansluiten. En over of ik al dan niet voorbehoud heb gemaakt. Nee, het regeerakkoord staat. Dat is ook de vraag vanuit dat regeerakkoord. De vraag aan mij geweest om minister-president te worden. AD dan Elsevier. Meneer Schoof, hoe voorkomt u dat u aan de leiband van Geert Wilders moet lopen als premier? Nou, ik word premier, dus ik herken mij totaal niet in de beeld van de leiband van de heer Wilders. U hebt in een interview gezegd, de morele pijngrens is nog lang niet bereikt. Komt die er nu aan? Nee, misschien komt de pijngrens er vooraan in de termen van de intensiteit van deze functie voor mij persoonlijk. Er is een akkoord door 4 fractievoorzitters ondertekend met een brede meerderheid in de Tweede Kamer. En dat is waarop ik mijn werk baseer. Elsevier, dan Volkskrant, dan naar Rij 2. Meneer Schoof. Waarom heeft u zich afgemeld als lid van de PvdA? En volgende vraag, hoe goed kent u de heer Wilders? Ik zal heel precies antwoord opgeven. Ik heb op 1 januari
2021. Vanaf dat moment ben ik geen lid meer van de Partij van de Arbeid. Omdat ik me niet meer verwant voelde met de Partij van de Arbeid. Nadat ik er ruim 30 jaar lid van ben geweest. De heer Wilders ken ik een beetje. Ik heb in mijn vorige functies regelmatig met hem te maken gehad. En dat is ook de manier waarop we elkaar kennen. Volkskrant, Natalie Wright en daarna Rijtwee. Meneer Schoof, tot nu toe is er nog niet echt een uitspraak geweest van een premier, omdat we die nog niet hadden, van ik ben er ook voor alle Nederlanders. Sommige oppositiepartijen vooral zullen u zien als de kandidaat van Wilders. Hoe ziet u zichzelf als premier van alle Nederlanders of meer als premier namens deze vier partijen? Ik ben blij dat u die vraag stelt. Ik heb net in mijn tekst heel expliciet gezegd dat ik de premier wil zijn voor alle Nederlanders. Rijtwee, Hart van Nederland, dan geen stijl. Ja, meneer Schoof, we mogen niet doorvragen, dus ik knal er gelijk in. Burgers volgen via nep-accounts. U zegt net, ik ben er voor alle Nederlanders. Nu zijn er heel veel mensen ontstemd over dat bericht. Dat popt natuurlijk gelijk op nu u voorgedragen bent. Hoe kijkt u daarnaar dat u burgers hebt laten volgen, terwijl dat juridisch helemaal niet houdbaar was? Daar is met de Kamer uitvoerig over gecorrespondeerd, is onderzoek naar gedaan. En daar verwijs ik ook naar. Eén doorvraag. Ja, dat is natuurlijk heel sumier. U wordt mogelijk premier van Nederland. Dit is een groot iets wat nog boven u zweeft. En u verwijst naar iets. Hoe kijkt u daar zelf op terug dat u dat heeft toegestaan? Nee, ik verwijs echt naar datgene wat er in door de bewindslieden die op dat moment verantwoordelijk voor mij waren over is gezegd. Geen stel. Er waren er nog meer onderzoeken, het BODC-rapport onder andere, waarin u duidelijk stond dat u zich bemoeid heeft als mensen te negatief een conclusie van een rapport, van een onderzoek hadden opgeschreven. Dan gingen ze zich daarmee bemoeien. Er zijn WOP-verzoeken, zijn. Meneer Grapperhaus was toen minister, heeft dat ook toegegeven. Hoe kijkt u daar dan tegenaan? Want dit kabinet heeft het over transparantie, nieuwe bestuurscultuur. Dan is toch ook dit een dingetje wat heel erg gelijk oppopt. Ja, maar ook hier verwijs ik naar het feit dat daar uitvoerig over is gecorrespondeerd. Maar waarom gaat u daar niet gewoon op antwoorden? Ik denk dat dat op een later moment nog kan, maar niet op dit maar moment. Maar waarom nu niet? Ik doe dat op dit moment niet. Ik verwijs echt naar de... Maar waarom verwijst u nu naar een rapport, maar later niet? Nee, ik laat het hierbij. We gaan door naar nu.nl dan, één vandaag. U zei dat deze verkiezingsuitslag, wellicht minder makkelijk is voor mensen met een andere culturele achtergrond of mensen met een hoofddoek. Wat bedoelt u daarmee? Ik denk dat het een beetje in de vraag staat van een van uw collega's, namelijk over de vraag of men dat een deel van de Nederlanders zich zorgen heeft of dit kabinet wel voor alle Nederlanders is. En ik herhaal, ik wil de MP van alle Nederlanders zijn. Maar wat bedoelt u daarmee met die uitspraak? Want u herhaalt inderdaad, u wilt de premier zijn voor alle Nederlanders, dat begrijp ik. Maar wat bedoelt u met die uitspraak dat die mensen zich wellicht ongemakkelijk voelen? Ik had dat ook in mijn eigen organisatie toen gehoord dat mensen het gevoel hadden, wat gaat er precies in Nederland gebeuren? En ik constateer dat we met dit regeerakkoord wat er nu ligt uitstekend een programma kunnen maken voor alle Nederlanders. En vandaag dan BNR. Meneer Schoof, meneer Wilders voelt zich moreel gezien de premier. U bent de beoogd premier. Wie is er de baas? Er is maar één premier in het land en er is één fractievoorzitter van de PVV. Ja, maar de heer Wilders had uw functie willen hebben. Ja. En hoe gaat u daarmee om? Jessicus ook. Ja. Maar ze hebben beide mij gevraagd, net als de andere twee, om deze functie te aanvaarden. BNR dan op één. U zei, ik voel me niet meer verwant aan de Partij van de Arbeid. U wordt nu mogelijk premier van het eerste kabinet met een rechtsradicale partij erin. In hoeverre voelt u zich wel verwant met het gedachtegoed van de PVV? Ja, ik ben partijloos. Dan vind ik de vraag naar verwantschap eigenlijk niet relevant. Wat ik wel relevant vind, is dat in mijn beleving het hoofdlijnenakkoord een goede basis geeft om een ook de vraagstukken die ik noemde, om daar met elkaar aan te gaan werken op een manier die ook voor alle Nederlanders past. Maar het is een uiterst relevante vraag. De grootste partij is de PVV, rechtsradicale partij. U zit namens die partij, wordt u onder andere premier, omdat Wilders zelf geen premier kan worden. Dus nogmaals, in hoeverre voelt u zichzelf verwant met het gedachtegoed van de PVV? Geef daar eens antwoord op. Ik ben gevraagd door vier partijen met een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Dus dat kan niet teruggebracht worden tot één enkele vraag van de PVV. Op één dan, ongehoord Nederland op rij 3. Aansluitend op mijn collega van BNR. Toch, de post van premier in dit kabinet behoort de PVV toe. Dus u vult een PVV-stoel. Onderschrijft u het PVV-verkiezingsprogramma of neemt u daar afstand van?
Nee, daar doe ik allemaal geen uitspraak over. Ik ben partijloos. Ik zit ook niet voor de PVV, ben ik niet de, zeg maar de premier. Ik ben de premier gevraagd door 4 fractievoorzitters. Maar nee, dan kunt u zeggen dat ik onderschrijf het niet. Nee, maar dan gaat u vragen over alle partijen. Dus ik herhaal wat ik heb gezegd. Ik ben gevraagd door 4 fractievoorzitters. Daar heb ik me op gebaseerd en niet op enige andere vraag. Ongoor Nederland. Ja, meneer Schoof, het vertrouwen in de politiek is enorm gedaald. En dan uitrekent u als ja, ex-IVD-baas, zou je zo kunnen zeggen. Ja, hoezo denkt u dat u nu de juiste persoon bent om dit land te gaan leiden? Ik heb daar in mijn inleiding iets over gezegd, maar ik denk dat in al mijn functies het functioneren van de democratische rechtsstaat echt een rode draad in mijn werk is geweest. En dat zal mij ook zeker helpen in de functie van de minister-president als dat zover komt de komende periode. ANP, dan NOS Borgman. U bent trots op uw verleden als ambtenaar. U zegt te willen staan voor het functioneren van de rechtsstaat. Denkt u dat wat vindt u van het idee om meer dan 20% te snijden in het ambtenarenapparaat? Is het dan nog mogelijk om een goed functionerend apparaat te hebben? Daar zullen ongetwijfeld met mijn op dit moment misschien nog net collega's over in gesprek gaan. Want ik zal vandaag nog terugtreden als secretaris-generaal van het Departement van Justitie en Veiligheid. Maar dan zullen we met het ambtelijk apparaat uitvoerig in gesprek gaan over hoe we dat met elkaar kunnen uitvoeren. NOS Wilma Borgman en daarna een Nieuwsuur. Meneer Schoof, ik zit me toch af te vragen nou hoe dat dan gaat tussen de verdeling tussen meneer tussen de formateur en uzelf. Gaat u zich bemoeien met de personele bezetting van de ministersposten zoals dat normaal gesproken ook de beoogde premier doet? De formateur is ja, zal ik die even pakken? Ik heb dus gezegd dat wij gezamenlijk gaan optrekken. Ik blijf de rol van formateur vervullen. De Kamer heeft daarover een motie aangenomen. Dus die motie moet worden aangevoerd. Natuurlijk zou je in theorie kunnen zeggen, ik schrijf een briefje naar de Kamer dat ik het beëindig. Wijst u maar een nieuwe formateur aan. En dan moet er een Kamerdebat komen. Dan moet dat de heer Schoof zijn. En dan zijn we een week verder om alleen een wisseling van namen te doen. Dus dat ga ik voortzetten samen met de heer Schoof. Dus ik zal hem betrekken bij alle gesprekken en besprekingen over alle stappen die ik zojuist heb genoemd. Waarbij ook in aansluiting op een vraag van een collega van u eerder, het inderdaad zo is dat de minister-president een post is van alle 4 de fracties en dat die post niet zal worden afgetrokken of opgeteld, hoe u het ook wilt noemen, bij de zetelverdeling van de 4 fracties. Dat is een interessante opmerking die u maakt, want dat betekent dat de PVV vervolgens aan bod is om een volgend departement te kiezen. Dus dan zou een PVV-minister ook op financiën kunnen terechtkomen? Daarover moeten we nog met elkaar in gesprek zijn. Die stappen moeten nog worden doorgelopen. Telegraaf Wouter de Winter, dan Jair Ferwerda en afsluitend Nieuwsuur rij 1. Ja, meneer Schoof, had u nou even net een kort emotioneel moment toen u uw voordracht hield? Of heb ik me dat verbeeld? Nee, volgens mij had ik gewoon even een klein oprisje in de keel. Ja, ik ken u nog niet zo goed, dus dat noteer ik dan. U heeft u gaat premier Rutte opvolgen. Welke van uw voorgangers, of beoogd voorgangers, is nou een premier geweest waar u het meeste inspiratie aan ontleent? Ja, dat is een hele mooie vraag. Ik heb met in mijn verschillende functies de afgelopen jaren, dat zal u niet verbazen, heel intensief met de heer Rutte samengewerkt. En dan wordt zo iemand vanzelf ook een vorm van inspiratie. Ja, in de manier waarop hij dingen doet. Ja, maar nee, maar er is nog iets anders dan dat iemand inspirator kan zijn en of je het op dezelfde manier gaat doen. Ik zal het op mijn manier doen en die zal ongetwijfeld anders zijn dan die van Rutte. Dat kan bijna niet het geval zijn dat dat op elkaar lijkt. Nee. Jij verder. Meneer Schoof, van harte allereerst. U was jarenlang ambtenaar en dan staat u nu opeens vol in die schijnwerpers. Kunt u dat eigenlijk? Ja, ik zou zeggen, hoe gaat het er nu toe? Nou nee, maar dat is. Ik kan me voorstellen, als je achter de schermen en nu opeens hier vol in die zaal, dat lijkt me niet makkelijk. Ja, het is een van de dingen die ik me echt de afgelopen periode ook heb afgevraagd. Omdat ik heb het ook grappig gezegd in gesprek met de formateurs, ook als topambtenaar, uiteindelijk zet je even een stapje naar achteren.
En is het de bewindspersoon die uiteindelijk met de media en de samenleving het echte contact zoekt. En die verandering maak ik. Dat heb ik me dus ook afgevraagd. Kan ik dat? Daar ga je ook over te raden bij collega's. So far, so good. Dus ik denk dat dat moet kunnen. En ik hoop dat vandaag een goede eerste ervaring is. En niet een tentamen waarvoor ik gezakt ben. Ja. Afsluitend Nienke de Soeter, Nieuwsuur. Ja, meneer Schoof. Er zijn wel wat vragen over de uitvoerbaarheid van het hoofdlijnenakkoord. Er kwamen hier net ook een paar eerdere vragen dat u wel soms als ambtenaar de randen van de wet hebt opgezocht. Zegt u, ja, met de plannen die er liggen, ik vind het een goede zaak om die randen van de wet op te zoeken? Nou, in de uitwerking van het akkoord zullen we kijken ook naar de uitvoerbaarheid van al datgene wat nu is opgeschreven. Met wel het doel om dat daadwerkelijk te realiseren. Ja, maar wilt u daarbij de randen van de wet opzoeken? Vindt u dat een goede zaak? Ik denk dat we dat gaandeweg met elkaar ook met een nieuwe winstploeg moeten uitzoeken. Of we tegen die randen van de wet aan gaan lopen en hoe we daarmee omgaan. En tot slot, u zegt bij een heleboel vragen, antwoordt u toch nog eens een beetje als een ambtenaar. Van ja, hoe ik er politiek in sta, daar gaat het niet om. Ik ga dat akkoord uitvoeren. Maar u wordt wel de premier van Nederland. Dus toch misschien als afsluitende vraag, wat spreekt u zo aan in dit akkoord dat u zegt, daar wil ik de premier van worden? Nou, ik denk dat dit. Laat ik het ietsje anders zeggen. Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat Nederland ook een premier heeft die. Er zijn veel ingewikkelde onderwerpen die het moment aan de orde zijn. Die in ieder geval minimaal ambtelijk heeft ook bewezen dat hij rustig en beheers kan blijven in al deze thematieken. Maar dat is wel denk ik belangrijk. Want er zijn echt heel veel onderwerpen waar dat echt noodzakelijk is. Dat het ook nodig is om dat vertrouwen in die overheid terug te krijgen. En ook de verbinding tussen de burgers en zeg maar de politieke verstand te brengen. En dan zijn de onderwerpen die genoemd worden, zoals grippen op asiel en migratie, zoals internationale nationale veiligheid, zoals bestaanszekerheid. Dat zijn echt superbelangrijke onderwerpen om daar met elkaar aan de slag te gaan en daar ook in het kabinet zometeen de komende periode de zomer aan te werken om te zorgen dat we daar een goed programma op krijgen. Ten behoeve van de internationale pers nog één vraag door Reuters. Afsluitend, nu Mr. Schoof, what does this moment... Kan u iets harder praten? What does this moment mean for you personally and also for Dutch politics? About Dutch politics, I will not answer that question because you have to ask that at the political world. But for me, this is a very intense moment. I never would have expected to be asked. To standing here... is an honor, and very special, and I'm well aware that the Prime Minister of the Netherlands is an intense job, but honorable. Hoe lang hoopt u maar mee te zijn? Je gaat voor een volledige periode. We komen tot een afronding. Dank u wel, mensen. We gaan er een eind aan maken. Dank u wel. Steun het vrije woord. Word lid van Geen Stijl Premium via premium.geenstijl.nl. Dankjewel.